Ja, hoe tref je die schapen dan aan? Wat doet het met ze? Dat wil je niet zien. Ja, in mijn ogen kun je dat niet meer een normaal bedrijfsrisico noemen. Dus daar laat onze overheid misschien toch wel een steek vallen. Hermien Kemp runt samen met haar man Wilco een boerenbedrijf in Korterhoef. Ze hebben er voornamelijk koeien en schapen. Nou, dit zijn onze. Dit is onze kraamkamer, om het zo maar te noemen. Nou, we hebben een drieling, een tweeling. Je mag best even erin komen lopen. Reden voor ons bezoek: het blauwtongvirus, waardoor er afgelopen jaar honderden schapen overleden op de boerderij. Het had niet veel gescheeld of er was geen schaap meer over. Ja, joh. Geen woorden voor. Afschuwelijk. Drama. Je hele ziel en zaligheid zit erin. Schapendokter Reinhard Everts heeft het virus zien opkomen en zag hoe het virus genadeloos toesloeg. Ja, we hebben natuurlijk heel veel contact gehad met schaaphouders. Al vanaf begin september vorig jaar, toen waren de eerste uitbraken in Nederland. En dat is eigenlijk doorgegaan tot begin december ongeveer. Ja, hoe tref je die schapen dan aan? Wat doet het met ze? Dat wil je niet zien. Dat is echt afschuwelijk. Schapen kunnen niet eten. We hadden ze overal lopen. Op een gegeven moment ga je met de veewagen het land in om die zieke schapen op te halen. Dat ze kunnen niet meer lopen, ze kunnen niet meer eten. Wat we zien bij die schapen is dat er blaasjes ontstaan op het tandvlees eigenlijk. Die dieren krijgen vaak koorts, niet altijd, maar wel vaak. En dat is eigenlijk wat we aan de buitenkant zien. Wat er inwendig gebeurt in dat schaap is eigenlijk nog veel heftiger. Er is heel veel schade van allerlei organen. En het treft niet alleen jullie schapen, ook de koeien zelf. Ja, de koeien die hebben het ook heel erg getroffen. Kun je iets zeggen over hoe groot die schade is voor jullie als bedrijf zijnde? Durf niet te zeggen. En emotioneel gezien? Emotioneel is heel erg, ja. Ja, dat is... Ik word zelfs emotioneel van. De dieren van Hermien en haar man werden dus geraakt door een virus dat doet denken aan iets dat de mensheid recent heeft moeten doorstaan. Die schapen die zijn echt doodziek. Je moet je eigenlijk voorstellen, de mensen die opgenomen werden in de coronatijd op de intensive care. Zo zou je onze schapen ook wel kunnen zien in de blauwtongperiode. In de coronaperiode werd er hard gewerkt en uitgekeken naar een vaccin. Ook schapenhouders hebben daarvoor dit jaar hun hoop op gevestigd. Wat is de verwachting, wanneer is dat er? Nou, ik heb begrepen dat het pas met juni is. En ik hoop eigenlijk liever dat het met mei al komt. We hopen nu dat we vlak voor de zomer een vaccin hebben. Dat zou betekenen dat binnen 9 maanden na de uitbraken dat er een vaccin beschikbaar was. Ja, maar waarom spant het er zo enorm om? Waarom is het... Nou ja, dan wordt het warmer. En dan is die knut natuurlijk weer actiever. De knut is de grote boosdoener. In feite verre van groot, maar de schade die deze mug veroorzaakt is niet te overzien. Dat virus wordt overgedragen door muggen, knutjes. Dat zijn hele kleine steekmuggen eigenlijk. We kunnen ze nauwelijks zien met het blote oog. Ze zijn 1 tot 3 millimeter groot. Die prikken een besmet schaap. Daardoor raken ze zelf besmet. Dat virus vermenigvuldigt zich verder in die knut. Er zijn meerdere diersoorten die bevattelijk zijn, die ook het virus bij zich kunnen dragen. En van al deze diersoorten lijkt het er toch wel op dat het schaap het meeste ziek wordt. Lammeren die nu geboren worden zijn dus nog een aantal maanden beschermd via de moeder. Maar zijn dus rond april weer vatbaar voor het virus. Is de moeder van dit kleintje ook ziek geweest vorig jaar? Ja, al deze moeders hebben allemaal blauwtong gehad. Ja. Die hebben maar dus in de eerste maanden van hun leven, als ze nog bij de moeder drinken, ook meer antistoffen? Dat hoop ik wel. Ja. Daar ga ik vanuit. Dat hoop ik wel. Ze krijgen de antistof via de biest. Als het vaccin pas eind juni, begin juli is, ja, dan zullen we toch een periode hebben dat we zonder bescherming toch weer die ellende in moeten. Al jaren betaalt het bedrijf van Hermien en haar man aan een gezondheidsfonds voor dieren. Maar nu ze de hulp het hardst nodig hebben, blijft het stil vanuit verzekeraars en de overheid. Ik heb het nooit nodig gehad, maar nu denk ik van joh, eigenlijk heb ik het nu nodig, want ik zou eigenlijk nog wel meer schapen willen aanschaffen. Maar als je nou een boer was geweest met gevogelte en er was vogelgriep uitgebroken, dan had je daar wel... Ja, dan wordt het dus wel, daar wordt er wel een schadevergoeding gegeven. En hoe kan het dat blauwtong dan niet vergoed wordt, of de schade die daar... Dat moeten we aan de minister Adema vragen, denk ik. En normaal gesproken kun je tegen de meeste risico's verzekeren. Ja, als je stal afbrandt, ja, je kunt de brandverzekering afsluiten.
Je kunt bepaalde weersomstandigheden kun je verzekeren. Maar tegen dit soort ziektes zijn er zeker in de schaapsector helemaal geen verzekeringen beschikbaar. Ja, en dat maakt natuurlijk wel een beetje wrang dat onze overheid hier zegt van, nou ja, als we op landelijk niveau kijken, dan valt het nog wel mee. Hè. Dan is er maar 5% van de schaapstapel doodgegaan aan blauwtong. Terwijl het voor zo'n individueel bedrijf, het bedrijf wat je net ook al noemde, waar je vanochtend bent geweest, dat er daar nou ja, eigenlijk 80% van de veestapel is gereduceerd. Ja, in mijn ogen kun je dat niet met een normaal bedrijfsrisico noemen. Dus daar laat onze overheid misschien toch wel een steek vallen. De voorlopig enige steun die Hermien krijgt met haar bedrijf is die van haar omgeving. Ja, we steunen elkaar aan alle kanten. En dat moet ook wel. In de verdrieten heb je elkaar. En dat is, denk jullie trekken elkaar er wel doorheen. Ja. Want het is zwaar geweest, hè? Het is echt zwaar geweest, ja. Het is echt wel. Ik hoop dit nooit meer mee te maken.